zitten hier op een typisch Nederlands kanaal, 30 meter breed. Aan de overkant weinig water. De vis houdt zich daar heel vaak wel toe. Het is een warme zomerdag. Niet de ideale visomstandigheden. Uit ervaring weet ik dat hier aan de overkant vaak de vis wordt gevangen. Vooral de grotere vis, silt, brasem. We starten vandaag eerst de sessie met het peilen van de bodem. Wat je ook met de vaste hengel doet, dat doen we ook met de feeder. Dat doen we met een 30 tot 40 gram speedkorfje. We gaan even kijken als het daar schoon is en een mooie harde bodem kunnen vinden. En dan gaan we proberen om een paar vissen te vangen. Je ziet aan de korf wanneer het een harde bodem is. Als de korf landt en jouw vierde tip slaat kort terug, dan heb je een harde bodem. Valt jouw korf langzaam terug, houd in dat de korf langzaam de bodem ingaat, waardoor die tip zo reageert. Dus je kunt, ja, ik weet niet of je het zien kunt in de camera, ik zal hem eens ingooien naar de andere kant. Ja. Kijk, ik gooi hem in. Ping, zegt hij. Nou, dat is gewoon hard. En als ik over de bodem sleep zo, dan is hij gewoon schoon daar zo. Nou, en dat is wat we graag zien. En ik laat een mooie deze lengte staan. We gaan ook nog een tweede plek aanleggen. En die legt een eindje naar links toe. Dus als ik aan de overkant de vis binnendraai, dat hij niet over diezelfde plek heen komt, dan kan die plek mooi tot rust gelaten worden. En dat is ook hetzelfde wat we net gedaan hebben. Probeer een harde bodem te zoeken. Als je een harde bodem gevonden hebt, dus je tip springt snel terug, sleep dan ook nog een stukje over de bodem heen. Want het kan best zijn, het meter ervoor, dat het wel troep is. En dan kun je misschien nog ietsjes verlengen. We maken altijd een tweede plek. Je moet altijd een plan B achter de hand hebben. Kijk, als het nou aan de overkant niks is en je voert niet nog een extra plek aan, of twee, wat je wil, dan kun je ook niks meer. En dan, zoals nu op die korte afstand, voer je daar gewoon wat aan. Stel dat er nou aan de overkant niks is, kun je terug naar die andere plek. Als je geluk hebt, dan kun je daar nog wel een paar vissen weghalen. We hebben nu dus ook twee variaties in diepte. Op de overkant is ongeveer 75 centimeter water. Hier op de korte lengte, ik denk 1,5-2 meter. Dus we hebben ook variatie in diepte. Ja, als het op de overkant niks is, op het ondiepe, kun je het altijd proberen op het diepe. En kijken of ze daar op dat moment zijn. Ik begin nu met twee dode maren. Kijken als er wat kleine vis is. En nou ja, dan schakelen we straks over op een mespiertje met een flotertje er zo op. Maar laten we eerst maar zien of we beet krijgen. Nou, dat gaat rap. Eerste korf, geen grote vis, maar kleine niet weer, is grote niet weer, zeg ik bij ons. Nou, we zijn drie kwartier ongeveer aan het vissen. Een paar bliekjes, een paar baarsjes gevangen. Maar nu komt er eindelijk wel wat groters aan. Ik denk brasem. Ik hoop vandaag nog een zeel te vangen, want dat is natuurlijk voor het beeld hartstikke mooi. De eerste brasem is in ieder geval een feit. Nou, voer van vandaag, heel simpel. Vandaag gebruiken we de nieuwe Turbo Plus vierde van Van Einde. Gewoon zo puur uit het zakkie. Het is wat donker voer, het water is hartstikke helder. Normaal is vierde voer wat we vaak gebruiken, vooral het diepe water, best wel aan de gele kant. Nou, het verschil tussen donker vierde voer zoals dit en
geel, vierde voer of oranje is het volgende. Dit water is ondiep. Vis is heel schrikkerig. Waardoor je gewoon, als je echt een knalgele plek aan zult leggen, ja, de vis er misschien wat moeilijker op komt. Water wat dieper is, 3 meter of meer, zijn die vissen gewoon veel minder schrikkerig. Dan is het juist wel goed om een gele plek als voerplek te hebben, dat die vis zeg maar een indicatie heeft van hier ligt wat. Het is nu 2 uur geleden dat we kort aangevoerd hebben. Ik krijg op de overkant nu volop beet, wel lijners. Nu is de optie van, gaan we kort vissen of blijven we op de andere kant. En in Engeland zeggen ze altijd, never leave feeding fish. Maar ik ga toch kort even een paar korven aanvoeren. Dat ik zeker weet dat daar ook nog wat ligt straks. Nou, de eerste korf gaat erin, kort weer, na 2 uur. Gaan we niet te veel tijd aan verspillen, maar we gaan alleen maar korfjes brengen. De vis op de korte afstand met een 3,30 meter horizon slimvierder. Met een 3000 horizon X-molen en 2300ste nylon karpmaster. Op de lange hengel, dus op de overkant, vissen we met een 350 horizon slim. Ook met een 3000 horizon X-molen, maar dan met gevlochten lijn. Ik krijg continu beter op die korte hengel. Het is wel kleine vis, denk ik. Maar, die top die staat niet stil. Nou, we hebben kort aangevoerd. Even 10 minuutjes geprobeerd. En volgens mij heel veel kleine vis. We gaan weer over naar de andere kant. We gaan ook van korf verwisselen. We gaan over op een belvierder. Kan ik er wat meer losse aas in doen, wat minder voer. Misschien dat het de beet ten goede komt. Vaak is het brengen van meer aas en minder voer wel gunstig voor grote vis. Hij iets minder wolk in het voer voor de aantrekkingskracht op kleine vis. Dat is vaak voor de grote vis gunstig. Te veel lokvoer trekt ook vaak wel weer kleine vis aan. En hierdoor kunnen we nou veel aas brengen met een klein beetje voer. Dus misschien wat meer rust op de plek en daardoor misschien nog wat betere beten. Nou, belvierder eraan, 30 seconden en het ding loopt krom. Denk brazen, maar toch een teken dat die belvierder 100% werkt. Dus daar zetten we mooi even mee door. Ik weet niet hoor. Denk brazen maar. Kijk. Denk dat het van zeeld is. Ja, dat is zeeld hoor. Dat is zeeld. Ja. Nou. Nou, we zijn overgestapt op de Herwin Quint tactiek. Korreltje mais. Nou, eerst een korreltje mais. Het is een baars. Toch geen zilt. Baars op mais. Wie bedenkt het? Ook nog een mooie baars ook. Nou, in de visserij hebben we 2 soorten wormen vaak. Dat zijn de dendrobena's. Zogenaamde kweekwormen. Worden meestal gebruikt voor het knippen van de wormen, ook als haakaas. Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar mestwormen. Die zijn wat levendiger, wat zachter. Vandaag ook een paar keer geprobeerd met een dendro. Af en toe wel een vis gevangen, maar een mestpier is toch veruit het betere aas vandaag. Nou, we hebben 20 minuten kort gevist.
maar dat is alleen maar kleine vis, maar kleine beetjes, dus het schiet niet echt op. En we hebben nu aan de andere kant is tot rust gekomen, hoop ik. En we bouwen hem gewoon langzaam weer op daar zo. Nou, we gaan iets verlengen. We gaan nog iets verder dichter het riet in. En dat doe ik met één slag van de molen. Dat is ongeveer 80 centimeter. En dan zit ik nog net niet met de haak in de riet, denk ik. Misschien dat ze toch dichter, omdat het heel fel is qua zon, dat ze toch nog strakker in de riet liggen. Nou, we gaan de tactiek ook iets aanpassen. We hebben in het begin vrij veel korven achter elkaar erin gezet. We gaan nu iets minderen. In de hoop dat de kleine vis een beetje van de plek af blijft. En dat de grote vis er een beetje op komt. Dus wij doen het iets rustiger aan. Op beide hengels hebben we vandaag gevist met de standaard paternoster montage. Dat houdt in een zijlijntje van 1 cm of 10 cm. Met een watteltje waar de korf aankomt. En een zijlijntje die net voorbij de korf gaat. Met een klein tonwatteltje. Nou, dit is eigenlijk in principe als het stilstaand of langzaam stromend water is, 9 van de 10 keer de meest gebruikte en eigenlijk beste methode. Hoe maak je een paternosterrig? Dat gaat als volgt. Dit gedeelte komt bij de hengel weg. Dit is het einde van de nylon. Je pakt je nylon, je zorgt dat je aan deze zijde eerst snoer overhoudt. Dan maak je hier een lus van 1 cm of 10, 12 cm. Maak je gewoon een dubbele knoop in. Dus 1 keer, 2 keer. Die trek je aan. Kijk, dan staat hier de lus. Dan komt hier dus jouw wattel te hangen. Waar je voerkarf aankomt. En dan komt het. Dan hou je dit stukje gedeelde lijn hou je over. Daar kun je een lusje in maken. Waar je onderlijn lus in lus aankomt, maar beter is het om een tonwattel te gebruiken voor het spinnen van jouw onderlijn. Je moet altijd zorgen dat als hier de wattel is en het korfje, dat het tonwatteltje minimaal 1 cm of 5 cm onder jouw voerkorf hangt. Anders gaat het tonwatteltje in de korf en dan heb je de boel in de war. Naast de vertrouwde Cardmaster nylon heeft Matrix nu ook een voordeligere nylon, dat is de Horizon X nylon. Zit verpakt op rollen van 300 meter voor rond de 10 euro. Dit is een voordelige, maar betrouwbare lijn met alle eigenschappen die je van Matrix gewend bent. Als je deze vissen kunt verwachten op een water, grote brasem, zeelt, desnoods een karper, ga dan niet met een haakje 18 of haakje 16 op je vierder zitten vissen, want dat kost je gegarandeerd vis. De SP vierderhaak van Matrix, maatje 10-12, is perfect voor deze visserij en om deze krachtpatsers te kunnen vangen. Nou, met deze vis sluiten we ook de sessie af. We hebben een prachtige dag gehad en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, dat je wat gehad hebt aan mijn tips. En tot de volgende keer.